Ja, beste mensen, welkom. Welkom bij de opening van het pand van het fabriekhuis hier in Kuik. Mijn naam is Rob Willemsen, voor zover jullie mij nog niet kennen. Ik ben voorzitter van het fabriekhuis. Aan mij de eer om straks de schaar te pakken. Ik vind dat echt een grote eer. Fabriekhuis, Centrum voor Leven met en Na Kanker. Waar ik in ieder geval eerst bij wil stilstaan, is dat wij als direct betrokkenen hier met een heel dubbel gevoel staan. Want een opening is een feestelijke gebeurtenis. En afgelopen woensdag is Ariane overleden, plotseling. En Ariane is een vrijwilliger van het eerste uur. Die zich enorm heeft ingezet, ook voor de plek hier. Vorige week nog met haar man hier aan het klussen was. En zij is onverwacht overleden. We zijn blij dat we een nieuwe stap kunnen zetten met de opening van dit pand. Een vaste plek in het land van Kuik. We zijn ongeveer 2 jaar geleden begonnen, denk ik. Toen was ik nog niet eens bij, maar andere bestuursleden wel. En in de contacten met mensen bleek dat er behoefte bestond aan een soort centrum als dit. En in Nederland zijn ongeveer 80, 85 van dit soort huizen verdeeld over Nederland. En hier in het land van Kuik was een witte plek. En ik hoop van harte dat heel veel gasten de weg hier naartoe kunnen vinden. En ik wens ons allemaal, maar vooral de gasten en onze vrijwilligers en de coördinator, een mooie en zinvolle tijd hier. Heeft niemand? Ja. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Ik wil alle ondernemers uit Land van Kuik bedanken. We hebben heel veel, met name ook door het werk van Corrie, heel veel schenkingen gekregen. Waar we super blij mee zijn en waarmee we dus ons pand hebben kunnen inrichten. We hebben wel de intentie om vanuit deze plek Land van Kuik in te trekken. Dus we gaan het zichtbaar maken in verschillende delen van Land van Kuik. We doen het natuurlijk voor alle mensen die geraakt zijn door kanker. In de brede zin van het woord. En dat ze hier een hele fijne plek mogen hebben om binnen te lopen, om hun hart te luchten, om een luisterend oor te vinden. En wat wij willen doen is daar ook breed op inspringen. We willen graag behoeftegericht gaan werken. Nou, zojuist de opening van het Mariekehuis Land van Kuik. Een heel belangrijke plek, denk ik. Of niet, mevrouw Hendricks, hoe denkt de gemeente daarover? Jazeker, de gemeente vindt dit ook heel belangrijk. Want ik denk dat het ongeveer een jaar geleden is dat de mensen vanuit Nijmegen bij me kwamen en zeiden, wij denken dat er in het Land van Kuik behoefte is aan een dergelijke plek. Wij hebben ze wat startgeld gegeven om in ieder geval te kijken of dat zo was. En zie hier, flabbergasted. Als je hier ooit geweest bent in deze winkel, prachtige winkel was het, daar gaat het niet om. Maar wat zij hiervan gemaakt, je kent het niet meer terug. Het is een ontzettend gezellige ruimte om hier elkaar te ontmoeten. Het is een hele warme plek geworden. En dat moet natuurlijk ook wel, want mensen die hier komen, die hebben het waarschijnlijk niet zo makkelijk. Nee. En ik vind het al heel fijn dat die mensen de stap durven zetten naar hier. Want hier vinden ze mensen die weten waar ze het over hebben. Daar kunnen ze mee over praten. Er zijn ontzettend goede vrijwilligers. En wat is er mooier dan om die mensen een beetje verlichting te geven in die voor hen zware tijden. Ja. Mooi gezegd. Dank u wel. En er staat een van de vrijwilligers, die staat naast mij. U bent? Ik ben Yvonne Dieks en ik ben inderdaad sinds een half jaar vrijwilliger. Nadat ik met pensioen ben gegaan bij de GGD Hart voor Brabant. Ja. En u staat hier vandaag bij een spel. Wat moet u me hierbij voorstellen? Nou, dat heeft alles te maken met positieve gezondheid. En ik ben een trainer, positieve gezondheid, vanuit mijn GGD carrière. En het is natuurlijk heel mooi om mensen niet alleen naar hun fysieke mankementen te laten kijken, maar te kijken van oké, dit is er bij mij aan de hand.
Hoe ga ik hiermee om? Wat is er nog meer belangrijk in mijn leven? En dan heb ik het ook over zingeving. Waar word ik blij van? Je hebt het over kwaliteit van leven. Wat kan ik nog wel doen om me goed en fijn te voelen? En dit is een van de gesprekstools die we inzetten. Dus we laten mensen een kaartje pakken waar ze mee kunnen associëren. En laten ze daarover vertellen. En dan merk je dat er hele andere gesprekken ontstaan die niet te maken hebben met hun ziek zijn, maar bijvoorbeeld met hun kleinkinderen of een vakantie die ze hebben meegemaakt. Dus je krijgt een hele andere gesprek waardoor mensen heel open en zich kwetsbaar durven op te stellen. Ja, nou prachtig. Dat is een van de activiteiten die hier is. Verder is er heel veel meer. Ik zou zeggen, kijkt u even op de website van het Mariekehuis Land van Kuik of loop gewoon eens een keer binnen hier. Hè? Precies dat. Ja. Durf de drempel over, die hebben we proberen zo laag mogelijk te houden. Dus iedereen kan hier binnenkomen wandelen en eens in gesprek gaan met deze of geen. En of een activiteit doen of whatever. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja.